In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Bij het noemen van de naam Jezus moet iedere knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Want de Heer is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Daarom is de Heer Jezus Christus in de heerlijkheid van God de Vader. Vanaf de welkom in deze Eucharistieviering. Vanaf morgen gaan we het Heilig Triduum in. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. In de Eucharistie vieren we dat alle drie samen. Zoals ook het Paasmysterie dat wij vieren, niet alleen de verrijzenis is op zondag, maar het hoort bij elkaar. Dat Christus zich geeft, helemaal, op voorhand al op de avond van het laatste avondmaal, waarin hij zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, om vervolgens dat sacramentele teken ook werkelijk te beleven op Goede Vrijdag, het offer van zijn leven tot het uiterste toe. Maar niet alleen om in de dood te gaan, uit solidariteit met ons mensen die van God gescheiden waren, maar om ons uiteindelijk tot de Vader te brengen. En hij verrijst. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, die verrijzenis. Wij mogen het vieren iedere Eucharistie opnieuw. Wij mogen aanwezig zijn in de zaal van het laatste avondmaal. Wij mogen aanwezig zijn daaronder het kruis waar hij zijn leven geeft. Wij mogen aanwezig zijn met de leerlingen aan wie Jezus verschijnt. Laten we deze Eucharistie vieren in het besef van onze kleinheid en onze zondigheid, maar tegelijkertijd met een groot besef dat God van ons houdt. In dat vertrouwen kunnen wij onze schuld belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Laat ons bidden. God, gij hebt gewild dat uw Zoon voor ons de dood onderging aan het kruis, om ons te bevrijden uit de macht van de vijand. Wij bidden u, schenk uw dienaren ook de genade van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de profeet Jesaja. De Heer heeft mij gegeven de tong van een goede leerling, zodat ik de moedeloze toe kan spreken. In de morgen wekt hij mij op om te spreken. In de morgen wekt hij mij op om te luisteren, zodat ik hoor wat een leerling hoort. God de Heer heeft tot mij gesproken, en ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten. En mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij versmaden en bespuwden. God de Heer zal mij helpen. Daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij staat naast mij, mijn verdediger. Wie durft mij aanklagen?
Laat ons tegenover elkaar gaan staan. Wie is mijn tegenpartij? Hij treedde op mij toe. De Heer is mijn helper. Wie overtuigt mij van schuld? Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Om u heb ik iedere smaad verdragen, als steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschim. Ik wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Ze deden vergif in mijn voedsel. Ze lesten mijn dorst met azijn. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Gods naam zal ik loven in mijn gezang, hem dankbaar overal prijzen. Ziet toe, geringen, en wees verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Loof de Heer, alle volken. Loof de Heer, alle volken. Brengen wij hulde aan onze koning, want hij alleen heeft barmhartigheid betoond voor onze schuld. Loof de Heer, alle volken. De Heer zij met u. En met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd ging een van de 12, Judas Iscariot geheten, naar de hoge priesters en zei: wat wilt gij mij geven als ik hem u in handen speel? Zij betaalde hem 30 zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen Jezus vragen: waar wilt gij dat wij paasmaal voor u gereed maken? Hij antwoordde: gaat naar de stad en zegt aan die en die: de meester laat weten, mijn uur is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden. De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was, lag hij met de 12 leerlingen aan. Onder de maaltijd sprak hij: voorwaar ik zeg u, één van u zal mij overleveren. Smartelijk getroffen begon de een na de ander hem te vragen: ik ben het toch niet, Heer? Hij antwoordde: wie met mij zijn hand in de schotel steekt, zal mij overleveren. Wel gaat de mensenzoon heen, zoals van hem geschreven staat, maar wie de mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens. Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij antwoordde hem: gij zegt het. Zo spreekt de Heer. Eén van u zal mij overleveren, zegt Jezus tijdens het laatste avondmaal. Wij kennen het antwoord al. Wij weten wie het is, Judas. Maar de leerlingen wisten het niet. En dan komt die veelzeggende vraag van die leerlingen. Smartelijk getroffen begon de een na de ander hem te vragen: ik ben het toch niet, Heer? Blijkbaar voelden ze toch allemaal aan: ik ben maar een mens van vlees en bloed. Ik ben een mens die zomaar in staat zou kunnen zijn om Jezus te verloochenen. En deze vraag legt dus de zwakheid van de leerlingen open. Niet alleen die van Judas. Wij weten van Petrus
dat hem tot driemaal toe heeft verloochend. Wij weten van Jacobus en Johannes, die hadden gevraagd, als gij in uw koninkrijk gekomen bent, laat ons dan zitten, één aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand. Maar ze hingen niet rechts en links van Jezus aan het kruis op Goede Vrijdag. Allemaal waren ze verdwenen. En toch, wat is het verschil dan tussen bijvoorbeeld Petrus die tot driemaal toe zegt, ik ken die man niet, en Judas die naar Jezus toe gaat, hem kust en hem zo aanwijst en hem zo overlevert. Niet eens eigenlijk de zwaarte van die zonde is het grote verschil. Maar de manier waarop beide met hun schuld omgaan. Van Judas wordt gezegd dat hij wroeging kreeg. Hij gooide het geld terug in de tempel en hij verhing zich. Van Petrus wordt gezegd dat hij spijt had. Diepe spijt. Een vermorzeld hart zou je kunnen zeggen. En hij weende bitter. Je zou zeggen, beide hebben spijt over wat ze hebben gedaan. Maar de een verhing zich en keek als het ware niet meer naar Jezus. De een, Judas, ging ten onder in zijn eigen schuld. En hij wist, ik kan dit niet meer goedmaken. Dus het ware, de trein is vertrokken en ik heb het signaal gegeven, ga maar. En inderdaad, Jezus gaat zijn weg en zal sterven door de schuld van Judas. Ja, door ons aller schuld. Zelfs de schuld van Petrus, die immers ook Jezus in de steek heeft gelaten. Maar Petrus kijkt naar Jezus en ziet dat Jezus naar hem kijkt. En deze blik van Jezus is niet alleen een, of niet zozeer eens, een blik van verwijt, maar een blik van medelijden. Want Jezus zal zijn bloed geven. Voor wie? Voor de heilige? Dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Jezus is gekomen voor zondaars. Ben u geen zondaar? Dan schakel nu af, stop met kijken, ga naar huis. Dan heeft de kerk u niets te bieden. Dan heeft Jezus u helemaal niets te bieden. U bent al heilig. Maar als u een zondaar bent, dan is er goed nieuws. Dan mag u vanuit uw kleinheid en broosheid en zwakheid naar Jezus kijken. En hij kijkt naar u vanaf het kruis en hij zegt, ik hou van jou. Ik wil niet meer los van jou. Ik geef mijn bloed aan jou. Ik geef mijn leven. Ik geef mijn geest aan jou. Omdat je een kind bent van God. Ja, je hebt de plank misgeslagen. Ja, je bent de fout ingegaan. Maar geen fout is zo groot. Of mijn liefde is groter. Petrus mocht die barmhartige, vergevende liefde ontvangen. En hij stond er open voor. Ook voor Judas heeft Jezus zijn bloed gegeven. Laten wij zoals Petrus telkens weer naar Jezus toe gaan. Dan zal Pasen werkelijk bevrijdend zijn. Dan mogen wij weten dat wij door zijn dood en verrijzenis mogen leven als opnieuw aangenomen kinderen van God. Amen. Leggen wij nu vol vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid onze gebeden aan hem voor. Om eenheid en verdraagzaamheid in Gods kerk, om vergeving en meer liefde. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u vaak voor ons. Om vrede in onze wereld, die zo vol oorlogen en geweldsconflicten is. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u vaak voor ons. Om kracht naar kruis voor hen die zo zwaar te lijden hebben. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaarwel ons. Om meer solidariteit met hen die zoveel tekort komen in hun dagelijks bestaan. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaarwel ons. Om moed, kracht en sterkte voor onszelf in de situatie waarin wij ons bevinden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaarwel ons. Om de eeuwige rust en vrede voor onze dierbare overledenen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaarwel ons.
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij alle de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk en ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden in, gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven die u worden aangeboden en maak dat wij metterdaad van uw liefde verkrijgen wat wij vieren in dit mysterie van het lijden en sterven van uw Zoon. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons al bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Onrecht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Weer breken de dagen aan van het verlossend lijden en van de glorievolle verrijzenis. Weer wordt de trots van de oude vijand gebroken en herdenken wij het mysterie van onze verlossing. Door Christus onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, nu vol vreugde aanbidden, koning en majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in het koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Santo. Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth, Veni sum Caeli et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus, qui venit in nomine Domini, Chelsea.
Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij al, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. De verrijzenis in dachtig God bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het Heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurde om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapend zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, dat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.
Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heer, zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. U die niet in de gelegenheid bent om nu de communie te ontvangen, kunt uw hart voor hem openen tijdens dit gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij, zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. Almachtige God, geef ons het vaste vertrouwen dat Gij ons leven en eeuwigheid hebt geschonken door de dood van uw Zoon in dit tijdelijk bestaan, waarvan deze heilige viering getuigt door Christus onze Heer. De drie dagen van het Triduum, 's avonds, de vieringen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswaken, zullen door deken Nevelstein worden opgedragen. Ik zal erbij aanwezig zijn en kon celebreren. Maar daarom ook dat die drie vieringen op een ander kanaal te volgen zijn van Heilige Lambertus Parochie Kerkraden. Op dit kanaal, dus pastoor vlogger Hans Kreugels, kunt u onder andere de Kruisweg op Goede Vrijdag en vanaf Paaszondag, 's ochtends om 10:00, weer alle diensten volgen. Ik wens u gezegend Triduum toe. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga nu allen heen in vrede. 1245. Sum quum praeseo confortibus, sancta Dei genitris, nostras deprecationes, ne despitiasi necessitatibus, sed a periculis cumpis, libera nos semper.